Goedemorgen, Sara. Wat? Voor je verjaardag? Ja. Shit. Serieus, Sara. Dit is je werk, niet je leven. Doel. Iedereen hier op kantoor is doodsbang voor jou. Behalve de directie. Die loopt over je heen. Maar dat gaat straks veranderen als ik partner ben. Frank, of jullie maken mij partner of ik neem nu ontslag. Misschien komt het mij niet zo slecht uit dat jij even vrij bent. Ik ben op zoek naar iemand die mijn bed and breakfast kan leiden als ik weg ben. Oh, dat is zo niet mijn ding. Alsjeblieft, ga. Doe het. Doe iets. Leef. Welkom in het paradijs. Bedden zijn opgemaakt, handdoekjes liggen klaar. En hier en daar een beetje bijmesten. En natuurlijk het gazon maaien. Oh ja, kippen. Eerst maar even een wijntje. Ja. De dorpers zijn allemaal ontzettend behulpzaam. Net als vroeger. Zo, dus jij bent die nieuwe. Hallo. Als jij hier blijft zitten met je poppenkopje, wat denk je dan? Denk je dat ik dan nog een beetje kans heb op een leuke verkering hier? Nou, ik dacht het niet. Maar verder zijn het allemaal lieverd. Oh, zo, joh. Nou, een paar extra schroefjes. Ja. Hallo, wij gaan een eitje koken. Goedemorgen. Zo, daar is niks mis mee. Ik heb nogal wat meer klusjes. Kijk hoor. Zie je het? Pas op. Ik zit in een vergadering. Oh shit. Spetter. Wil je graag een keer mee uit eten nemen? Ik raad jou aan om met beide heren een testritje te maken. Wat wil je? Gewoon een beetje van Klaas en een beetje van Berend. Wist dat je het in je had, die spet. We willen graag de kaart zien. Kaart? Man, jij eet hier 5 keer in de week. Oh, de kaart. Goed, ik kom zo even terug.